In het vorige filmpje hebben we gezien hoe dat de verschillende elektronenconfiguraties tot stand komen, wat dat de diagonaalregel was, die dat ik even voor alle handigheid even gekopieerd heb van dat stukje theorie en hier naast de oefeningen geplakt heb. En wat moeten wij nu doen? We gaan hierbij de elektronenconfiguratie van die elementen bekijken. Nu om dat te kunnen doen, heb ik er eerst even mijn periodiek systeem bij moeten gaan halen om op te gaan zoeken, wat dat de atoomnummers zijn van de elementen waar het over gaat. Nu, in dit geval was dat natrium, had atoomnummer 11, wat dus wil zeggen dat die 11 elektronen heeft. Calcium bleek atoomnummer 20 te hebben, waardoor je kan zeker zijn dat het over 20 eh, elektronen gaat. Nu, je moet er goed bij opletten, het kan ook zijn dat ze af en toe ionen mee opgeven. Ionen hebben nog altijd hetzelfde atoomnummer, maar omdat die positief geladen zijn, moet zeggen dat ze tegelijk aan de lading zoveel elektronen minder hebben. Dan krijg je natuurlijk een negatief geladen ion, moet je er rekening mee houden dat ze er meer hebben dan dat voor het geval was. Ja. Nu, hoe gaan we dat uh, opvullen, die elektronenconfiguratie? Zoals gezegd, daar moeten we gebruik maken van onze diagonale regel. De eerste die dat we moeten opvullen is 1s, en daar kunnen we er 2 in kwijt. Ja, dan moeten we voorlopig de tweede hoofdschil gaan aanspreken, dat we eerst spreken over het s-niveau, en daar kunnen we er ook 2 in kwijt. De volgende die dat we moeten aanspreken is ook hoofdniveau 2, p... En daar kunnen we er nog voorlopig alle zes in kwijt. Wat logisch is, want uh, dit is eigenlijk een volledig volzette schil die dat we nu hebben. Volledig gezet, volzet uh, subniveau. Komen we aan de tien. Dat wil zeggen dat de volgende die we gaan moeten aansnijden, derde hoofdniveau is, subniveau S. Alleen kunnen we daar nu slechts eentje in kwijt. Nu, we zouden dit korter kunnen schrijven in dit geval, want die eerste opvulling van die eerste 10, als we terug naar ons periodiek systeem gaan kijken, dan is eigenlijk gewoon het element neon dat hier beschreven staat. Dus als ik dat verkort wil weergeven, wat doe ik dan? Dan neem ik gewoon mijn rechthoekige haakjes en schrijf ik daarbij dat dat de configuratie is van het element neon. Dat is een edelgas trouwens. Je mag daar alleen die edelgassen voor gebruiken, die hier in het geel gedrukt staan, want die hebben altijd dezelfde elektronenconfiguratie, omdat die perfect blij zijn met de hoeveelheid elektronen die ze hebben. En wat doe ik dan? De buitenste schil, dus ik zeg van, het is eerst zoals tot aan neon voor deze eerste vier, en dan zeg ik dat ik alleen nog het subniveau 3S1 over heb voor mijn natrium. Gaan we dat toepassen voor ons calcium? Dan ga ik er 20 moeten opvullen. Dat wil dus zeggen dat ik voor het begin even heel snel kan zijn. Want, dit is gewoon exact hetzelfde als ik al gestart was. Dus, naarmate dat je meer en meer begint te werken, ga je er meer krijgen. Nu, ik zit nu in 3s. En uiteraard, hier wordt het wel anders, kan ik er 2 schrijven. Dus tot dusver heb ik er 12 van de 20 bij opgeschreven. Als ik 3s heb gevuld, pas dan kan ik aan 3p beginnen. In een p-subniveau kan je 6 kwijt. Hoeveel heb ik er nu al ingezet? 10, 12, 18. Ik moet geraken tot aan, um, tot aan 20. Dus de volgende, nadat ik van 3p kom, zal zijn 4s. En hoeveel kan ik er daarin kwijt? Twee. Kan ik dus ook korter schrijven? Maar nu heb ik hier de configuratie van neon geschreven, met nog eens acht elektronen erbij. Maar als we dat gaan opzoeken, dat wil zeggen dat we hier uitkomen bij het element argon. Dus, ik zou dit kunnen schrijven op een kortere manier. Het wordt wel niet specifiek gevraagd. Als zijnde. Argon. En dan zeg je van, kijk, die configuratie. En doet er dan nog een 4S2 bij, en dan ben je klaar. In principe, wat gebeurt er hier bij deze? Het is calcium 2, plus, dus tot waar moet je hem gewoon schrijven? Tot hier. Zo. En waarom is dit nu ook een stabiel ion? Dus die laatste twee elektronen die zit komen er dus niet op voor. En waarom is dit een heel stabiel ion? Wel, eigenlijk omdat dat de configuratie is van argon. Zelfde edelgas. Dus daar is die maar wat blij mee. Wat ga jij nu moeten schrijven? Of welke oefeningen laat ik je zelf maken? Doe datzelfde nu eens voor ijzer. Het is heel gelijkaardig van wat er hierbij staat, maar ik wil het ook nog even met jou uh, voordoen hoe je een boxnotatie opstelt. Die moet je alleen doen voor het laatst gevulde subniveau. Nu, waarom is dat makkelijk, die van ijzer zoeken? Bij ijzer moeten we gewoon even gaan kijken van waar staat die hier ergens? In ons periodiek systeem. Ja, gevonden. IJzer 26. Dat wil dus zeggen dat we voor een groot stuk gelijk kunnen werken als, ik spring er even terug nee, degene die we net gehad hebben, argon 18. Dus ik kan kopiëren wat ik had tot aan uh, argon. Zo ja. um, dus gaan die al even bij de verkorten. Snel weer kunnen geven. Dus die van Argon. En dan heb ik er 18 van de 26 geplaatst. Ja. Nu Argon, dat liep verder tot 3P6. De volgende is dan 4S2. Nu heb ik er 20 geplaatst. En na dit S-niveau, dan pas ga ik beginnen aan. D-subniveau van heel deze reeks. Nu vergeet ook niet, in dat D-subniveau kan je er tot 10 in kwijt. Zoveel heb ik er niet. Ik moet er namelijk nog maar 6 in plaatsen in dit geval. En dan is het klaar. Ja. Nu, als we de boxnotatie van die laatst gevulde subniveau uh, willen bijschrijven... Ik kan hier even een beetje vals doen. Ik ga de volledige... Uh, Hoofdschilder bij beschrijven, wat krijg ik dan? Eén boksje, want dat is voor de S met een spin up en een spin down. Dat is die 4s2. En als ik dan die D wil gaan uitschrijven, dan schrijf ik hier best, of dan maak ik er hier best een enorm grote boks aan. Want er kunnen er in principe 10 op. We hebben al gezegd, die magnetische subniveaus, daar komen ze per 2 voor op zo'n magnetisch subniveau. Dus met andere woorden, die bestaat uit 5 van die boxen. En wat was de regel die we daarbij hadden? Uh, die regel van Hond. je moet eerst je spin-ups opvullen, en pas dan mag je überhaupt starten aan die spin-downs. Wat is het gevolg ervan? 5 van de 6 zijn in die spin-up geplaatst, en pas dan kan ik er zo eentje nog bij schrijven, in deze context. Ja? Dus dat is uh, het totale, of de laatste schijf. Eigenlijk is dit hetgeen wat gevraagd werd, maar ik heb hier nog even die 4S2 aan toegevoegd. Ook. Ja? De rest van al deze oefeningen, oefening 11, mag je zelf eens een keertje proberen. Ja? Oefening 12. Mag je ook een keertje gaan opzoeken? Nu, wat moet je daarvoor doen? Gebruik te verkorten. En je moet dan zelf even gaan opzoeken wat dat de atoomnummers zijn van al deze elementen. Om aan verder te kunnen. En dan gaan we ook een keertje in een omgekeerde richting denken. Jij krijgt een aantal elektronenconfiguraties gegeven. En je moet op zoek gaan naar welk atoom is deze nu. Veroefening 13. Ja. Oefening 14. Die mag je schrappen, die dat erbij zit. Um, en oefening 15 is leuk om eens een keertje door te nemen. Ja. Tegen het einde van, het, uh, van de week zou ik graag deze oefeningen doorgestuurd krijgen. Uh, en dan uh, krijg je dan natuurlijk nog feedback over. Ja. Tot de volgende les.